Het menselijk lichaam is wonderbaarlijk, maar ook uiterst kwetsbaar. Want voor heel wat ziektes en aandoeningen bestaat nog geen behandeling. Gelukkig staat de wetenschap niet stil. Ze ontrafelt steeds meer geheimen van de werking van ons lichaam. En dus ook van de processen bij ziekte en gezondheid. Haar uitdaging? De verworven kennis aanwenden voor het ontdekken van nieuwe, innovatieve geneesmiddelen. Opdat patiënten wereldwijd nieuwe hoop kunnen koesteren. Veertien jaar, zo lang duurt de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel. Het is dan ook een arbeidsintensief, tijdrovend en duur proces waarbij 100 onderzoeksprojecten na 14 jaar zullen leiden tot één geneesmiddel op de markt. Bij veel ziektes werken één of meerdere eiwitten in het lichaam niet correct. Daar gaan de wetenschappers naar op zoek. Ontdekken ze welke eiwitten aan de oorsprong kunnen liggen van een ziekte? Dan kennen ze meteen ook de doelwitten voor de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel. Groot probleem. Ons lichaam telt honderdduizenden eiwitten. Om de kandidaat doelwitten te vinden, vergelijken de onderzoekers bijvoorbeeld hun samenstelling en werking in gezonde cellen en in kankercellen. Want bij ziekte is er vaak een overschot of net een tekort van een bepaald eiwit. Zo vist men uit welke eiwitten een rol spelen bij het ontstaan van kanker. Eens een doelwit gekend, start de zoektocht naar stoffen die erop inwerken om de ziekte te overmeesteren. De wetenschappers vinden die in de natuur, of stellen ze zelf chemisch samen, of ontwerpen ze met behulp van computersimulaties. Het resultaat van dit speurwerk? Een berg stoffen die mogelijk inwerken op het doelwit en dus allemaal moeten worden getest. Zo worden er tot 100.000 stoffen per dag getest in een modern labo voorzien van spitstechnologie zoals hoge doorvoerscreening. Dat is een techniek die razendsnel de stoffen selecteert die inwerken op een bepaald doelwit. Heeft een geselecteerde stof wel een werking, maar is die niet uitgesproken? Dan sleutelen de chemici eraan om ze geschikt te maken voor ontwikkeling tot een geneesmiddel. Ze streven een driedubbel doel na: de werkzaamheid verhogen, de veiligheid verhogen en de nevenwerkingen zoveel mogelijk verminderen. Eerst in de proefbuis en vervolgens bij proefdieren. Want alleen daar kan men bepalen of de stof actief en veilig genoeg is om ze uit te proberen bij de mens. Niet alleen de activiteit, maar ook de manier van toedienen zorgt ervoor dat de stof op de juiste plaats in het lichaam terechtkomt en dus optimaal werkt. Staat alles op punt, dan zorgen de onderzoekers ervoor dat de stof ook in grote hoeveelheden veilig en efficiënt kan worden geproduceerd. Tot op dit punt gebeurde het onderzoek buiten het menselijk lichaam. Maar maakt de stof zijn beloftes ook echt waar in de strijd tegen de ziekte? Dat wijst jarenlang onderzoek bij duizenden patiënten uit. Hierbij is de kans groot dat de kandidaatgeneesmiddelen het toch nog laten afweten. En dan? Dan begint men gewoon van vooraf aan. Klinische proeven kosten dan ook enorm veel tijd en geld. Ze verlopen in 3 fasen en nemen gemiddeld 6,5 jaar in beslag. Hierbij moet elke fase bepaalde testen uit het voorgaande onderzoek bevestigen. De resultaten van alle fasen worden gebundeld in een lijvig registratiedossier. Dat evalueren de gezondheidsorganisaties. En zij geven al dan niet de toestemming om het middel te commercialiseren. Is het geneesmiddel op de markt? Dan heeft de fabrikant gemiddeld maar 6 tot 7 jaar de tijd om zijn investering terug te verdienen. Daarna vervalt het octrooi.
En zelfs nu loopt het onderzoek gewoon door. Bijvoorbeeld naar nieuwe toedieningsvormen of zeldzame bijwerkingen. Zonder de kosten voor commercialisering en distributie te vergeten. Een belangrijk deel van de winst wordt bovendien weer geïnvesteerd in nieuw onderzoek voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. En die geven op hun beurt talloze patiënten weer hoop. Hoop op genezing.